Hallo kijkers, met eentje in specifiek, Tijmen. Hij heeft mij gedm'd dat hij een first date zit. En als je zijn Insta opent, je boom, broer strui, familieman, Stalin. Zie ik na deze DM op TikTok dit. I be dirty dancing, all the yelling gravy slazy. Ze zijn nog bij elkaar, dus wat betekent dat? Dat ik de aflevering niet meer hoef te kijken. Nee, ik wil het wel zien, want ik ben heel benieuwd. Hij kijkt namelijk mijn video's, dus hij weet... Oh, wee als je de rekening niet hebt gedeeld, Tijmen. De volgende die een gooi gaat doen naar de liefde is de sociale Kiki. Ik zou mezelf wel omschrijven als een familie met... Oh, oké. Die is knap, zeg. Be careful what you wish for, Tijmen. Jij wilde dat ik deze video ging bekijken. Nah, geitje, ze heet ook Kiki. En jullie weten, ik val alleen op Nikki's. Ik vind familie heel belangrijk. Dat is ook iets wat voor mij op de eerste plek ontstaan. Mijn vrienden beschrijven me ook als een hipster. Ik ga echt heel graag met baggy outfits door het leven. Ik weet niet wat Perry outfits zijn. Ik denk nu gewoon aan alleen een hoed dragen. Oh nee, het is Kiki het vogelbekdier! Of zijn ze baggy trouwens? Dat ken ik wel. Eigenschappen die ik een beetje zoek in mijn vriend zouden zijn. Spontaan hou ik heel erg van. Ook wel een beetje een familiemens vind ik belangrijk. Zorgzaam en voornamelijk gewoon heel lief. Waar kom jij vandaan? Utrecht, maar van oorsprong Nijmegen. Oh. Waarom kan je altijd aan vrouwen uit Utrecht zien dat ze uit Utrecht komen? Misschien door de Perry outfit. Welke studie doe je nu dan? Social work. Kijk. Dus ja, nu wel sinds een paar maanden, dus ik moet nog wel even wennen. Ja. Maar het is wel echt de richting die ik op wil, merk ik. Ja? Ja, zeker. Heb je dat zorgzaam van huis uit meegekregen? Ja, wat ga je daarop zeggen? Nee, thuis ben ik altijd verwaarloosd. Op nationale televisie. Nou, een hele gezellige kerst. Ja, ik heb ook een broer met een beperking. Ja. Same. Oké, Kiki, laat me weten, waar val je op? Iemand die lang is, lekker bos haar, krullen of zo, dat vind ik wel leuk. Dat heeft hij. En een beetje soort hipster streetwear staal, vind ik wel heel erg leuk. Kijk eens wat een heerlijke hipster streetwear staal, familieman Boris Stalin trui. Ik zeg Tijmen, kom er maar in. Zal Tijmen in de smaak vallen? Die van hem is vrij uitgesproken. Top. Ik spaar al jarenlang sneakers, zeg maar. Dat is echt, daar ben ik echt dagelijks mee bezig. Tijmen, what the fuck is dit voor trui? Waar is je broers trui? Ik moet wel zeggen, voor iemand die sneakers spaart, heeft hij inderdaad hele goede sneakers aan. In tegenstelling tot Koen van vorige week, die spaarde ook sneakers. Hoi, hoi. Lekker zitten, veel plezier. Tijmen. Oké, hoi, hoi. Wat leuk. Leuk, ja. Het eerste wat mij opviel toen hij binnenkwam, waren zijn sneakers. Ik vind Nike, iets met Nike en volgens mij... Zie je? Als je goede sneakers aan doet... Hey, ze matchen niet alleen qua energie bij elkaar, maar ook qua outfits. Tijmen had voor mij iets minder ANWB-wandeling kunnen zien. Door broers... Ja, ik wil gewoon dat hij die broers daar aantrekt, oké? Okay? Hij had hem aan op zijn TikTok. Hij heeft hem aan op zijn laatste foto. Maar het was het weer niet waard om het aan te doen bij First Days, oké? Okay. Doe je ook in Utrecht dan? Ja, ik doe social work. Oh, wat leuk. Ja, oh. En ik doe dat nu een paar maanden. Dus ik woon er echt pas 4-5 maandjes, denk ik. Ja. Dus kort. In een studentenhuis, dus dat is wel heel erg leuk. Dat is wel leuk, ja. Inderdaad. Ja, dat is altijd gezellig. Ja. Ik vind de ogen mooi. Ze heeft van die hele bruine ogen. Weet je karamelachtig? Gewoon heel warm. Het straalt ze uit, zeg maar. Dus dat maakt haar wel echt heel sexy. Ze is ook heel sexy. Tijmen is al verliefd hoor, jongens. Oh. Tijmen lijkt op die aardige guy uit de klas. Tijmen lijkt op die guy die altijd één oortje in had op school. Tijmen lijkt op iemand die goed is in volleybal. Sorry. Zou ik nog een paar? Wacht. Tijmen zijn ouders zijn sowieso nog bij elkaar. Sorry. Oké, kom. Ik snap dat Kiki verliefd wordt. Hij is fantastisch aardig. Doe jij een opleiding? Ja, of? Ik doe hotelmanagement. Oh, in Breda. Ja, in Breda dan. Okay. Dus nee, zeker leuk. Ja. En waar woon je op jezelf? Woon je nog bij je ouders? Ja, ik woon ook in een studentenhuis. Okay. Gewoon in Breda, lekker met 8 man. Dus dat is wel gezellig. Oh. Ah, ze hebben niet alleen dezelfde outfits, ze hebben ook dezelfde levensstijl. Ze zijn allebei nog in een studentenhuis. Super jong, ze zijn allebei 20 jaar. Hey, zullen we bij jou Netflix en chillen? Of in mijn gewoon studentenhuis? Ik heb alleen geen voordeur, dus misschien wel handig om dan bij jou... Ja, bij jou hangt een schurft. Hallo, ik heb jullie voorgerechten. Oh, lekker. Jullie allebei de kabeljauw. Dankjewel. Ziet er prachtig uit. Ah, ze hebben allebei zelfs voorgerecht. Cute. Ik zie dit nu. We hebben echt dezelfde kettingen aan, volgens mij. Oprecht. Van my jewelry. Ik zit zo te kijken. Ik herken die ketting. Dit is wel echt heel toevallig. Ja, inderdaad. Ik zit te kijken. Zelfde kleur aan en zelfde ketting. Precies. Oké, dit begint gewoon eng te worden. Ze hebben allebei dezelfde ketting set. Van my jewelry. Hi, ik ben vandaag gesponsord door My Jewelry. Ze hebben nog niet veel fles gehad.
En allebei een zender om. Holy shit. Dit is bizar. Ja, dat zegt wel iets hoor. Met welk dier zou je jezelf identificeren? Stokstaartje. Nee. Ja. Hou op. Sowieso. Hou op. Hou op. Dit is heel eng. Hoezo? Omdat ik ook stokstaartje. Echt? Ik maak geen grap nu. Wat? Zitten ze met ons te fokken? Hoe de fuck kan dat? Niemand lijkt op een stokstaart. Oké, Tywin lijkt best wel op een stokstaart. Oh, nu snap ik waarom. Hij stuurde deze link. Ik snap dan niet dat daar stokstaartje stond. Dit is voor fucking weirde aflevering. Oké, ze willen allebei een stokstaart. Hartstikke leuk. Ik kwam geen woorden meer op. Ik dacht echt alleen maar, hoe kan dit? Want het is niet een dier die iedereen zegt. Nee, dat komt ook omdat de vraag niet aan iedereen wordt gesteld. Welk dier zou je zijn? Ik denk de kabeljauw op jouw bord. Ben je een beetje een familiemens? Jawel. Ja, ik vind familie altijd wel heel erg leuk. Ja. En ik en mijn zusje zijn echt heel close. Oh, leuk. Ja, dat is echt mijn best. Zij ook! Zij is ook familiemens. Is niet eigenlijk gewoon iedereen een familiemens? Hoe groot is de kans dat iemand zegt nee? Dat was pas geleden trouwens. Een beetje familiemens of niet? Nee. Die haat dus een familie. Ik doe alles met haar, samen op vakantie en... Dat is mijn linkerhand, zeg maar. Ik kan niet zonder haar, nee. Mijn linkerhand. Mijn zusje is mijn linkerhand. Ze kan precies niks. Mijn zusje is net mijn linkerhand. Ik kan bij haar mijn nagels lakken. Goed, toen ging hij zijn moeder bellen. Hey, man. Hey. Het is wel een hele leuke meid, hoor. Oh ja? Ja, zeker. En blauw haar? Nee. Exposed. Tywin, je bent exposed. Maar ik weet niet of het moet gaan. Weet je, straks hebben ze weer iemand met blauw haar geregeld of zo. Jij dacht blauw haar? Nee, ze heeft blond haar. Blond haar en mooie billen. Man, dit werd opgenomen. dat zenuwachtige lachje. Man. En slaapt ze net als jij ook nog in de luiers? Ma, what the fuck? Dit is een grapje hoor. Dit is een grapje, dat is niet waar. Maar om die moeder te beantwoorden, ze heeft zeker... geen blauw haar. En zeg maar, wat zoek je dan in een jongen als je als relatietype, zeg maar? Nou, qua innerlijk eigenlijk wel vooral heel lief, zorgzaam, maar dus ook heel spontaan. Dus ja. Spontane tripjes. Precies. Oh, iemand die kwam eens, joh. Googled het, ja. Oh ja, wat nu opeens helemaal opkomt. Je moet ook minimaal een ton per jaar verdienen. Oh, en nog iets, komt gewoon nu op hoor. Je moet niet met je moeder mijn billen bespreken. Ik kwam maar eens, joh. Googled het, ja. Iemand die niet jaloers is. Ik vind... Wat was dat voor... Wat is dit voor blik, Tywin? Hij zocht al de ober. Waarom niet jaloers zijn, hè? Waarom wil je nu al iemand neuken? Ga Victor neuken dan. Jaloezie kan ik heel slecht hebben. Oh, dit is echt perfect. Oh, top. Oh, dit is echt zo perfect. Trouwen elkaar een beetje. Trouwen elkaar, ja. Precies. Ik vind een kledingstijl wel echt heel belangrijk. Ja. Dat straalt ook een beetje uit wie je bent. Ja. Dus... dat kan wel een afknapper zijn. Snap ik. Maar daar hoef jij je niet zorgen over te maken, moet ik zeggen. Dankjewel. Oh, ik smelt, echt. Ik ben zo jaloers. Ik ben echt elke vezel in mijn lichaam is jaloers op deze date. Gewoon, fuck, ik ga ook weer daten, man. Al weet ik dat het bij mij nooit zo gaat. Hey, ik zag dat je op Live of Yvonne... Nee, het gaat altijd zo. Oké, dan nu het langste gedeelte. Ik ben ook gewoon klaar bij deze. Gaat er goed. Wie betaalt de rekening? Tywin OW als je de hele rekening... Alsjeblieft. Dankjewel. Welbekende schatkistje. Inderdaad. Wat leuk. Hij is wel cute. Zij pakt de rekening! Het is echt heel cute, hè? Het lijkt echt een beetje zo'n... Ach, er zitten hartjes in. Echt? Maar ik ga hem doen, hoor. Nee, we gaan hem splitten. Nee, want dan doe jij hem de volgende keer. Nee, ook. Tywin! Oh, wat ging dat goed. Haar blik ook. Is gewoon mijn kijker, hè? Heeft hij van mij geleerd? Nou, zie maar. Nou, nog eens één keer jullie kettingjes zien, jongens. Ja, het is echt precies dezelfde. We hebben echt dezelfde ketting. Nou, dit is echt bizar. Dit is echt bizar, ja. Hè? Ja, dit was gewoon eng. Het moment van de waarheid. Willen jullie elkaar nog een keertje zien? Wie gaat eerst? Zal ik eerst gaan? Ja, doe maar. Ja, ik wil je graag nog een keer zien. Ik heb een leuke tijd gehad, dus ik vond het heel gezellig. Oké, nou, ik ook. Nou, dus daar zijn we het ook over eens. Nou, dit is helemaal fijn. Wat een top aflevering. Ze zijn ook nog eens als eerste date naar de speelhal geweest en uit eten. Neem aan dat zij die heeft betaald, zacht vragen.
Jup, ze heeft de tweede date betaald. Wat echt. We gaan er nog eentje bekijken. Er is namelijk een tweeling die meedoet. Vroeger leken we heel erg op elkaar. Ja. We konden zelfs onze docenten ons niet uit elkaar halen. Onze moeder soms zelf ook niet. Nee. En ja, op een gegeven moment vind je dat op een bepaalde leeftijd niet meer leuk. Was met 12e verfde ik mijn haar voor het eerst blond. En toen volgde jij op je 13e met rood. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Ja. Werd op een gegeven moment gewoon een soort statement of zo. Van, oh, dat is de blonde, dat is de rode. Zo kunnen ze uit elkaar houden. Ik zou het juist meer een statement vinden als je exact hetzelfde ging kleden. Ja, je doet maar gewoon je best om ons uit elkaar te halen. Je leert maar gewoon onze moedervlekken uit je hoofd. En onze geur. Dat zou meer een statement zijn. Hallo. Oh, wauw. Hallo. Komen er een paar plaatjes binnen. Elif en Zeynep. Ja. Ik ben zelf ook tweeling, maar zij lijken helemaal niet op elkaar. Oh, wat leuk. Dus dit is heel leuk. Ah, oh, wat leuk. Dus je hebt gewoon een zus. Kijk, het enige bijzondere aan een identieke tweeling is dat ze exact hetzelfde zijn. Maar een tweeling tweeëierig, dat is gewoon een broer en zus, toch? Ik ben iets rustiger dan jou. Mm-hmm. Jij bent iets meer aanwezig soms. Uitgesproken gewoon, ja. Ik ben meestal de nadenker en zij doet meer impulsief heel veel dingen. Ja. Dus dat ja. is denk ik wel het grootste verschil. Mijn intuïtie was eigenlijk als eerst toen we binnenkwamen links, maar bij nader inzien ziet rechts er sterker uit. We hebben een date! Winning is winning, maar ik denk niet in de liefde. Want ik denk dat dat daarop ons juist tegenwerkt. Van, om, als de ene dan gaat daten, denk ik, oh, dan moet ik ook daten. Want dan daten we tegelijkertijd. Maakt het dan ook tegelijkertijd uit? Ah nee, heb je het uitgemaakt met Koen? Fuck. Ik begon Stefan net leuk te vinden. Ah, oké. Hi Stefan. Vooral die jongens, die vinden het soms niet zo leuk. Die denken dan, oh, is de zus weer mee? Dan, ja. Oh, met tegelijkertijd daten bedoelen ze echt aan dezelfde tafel. What the fuck? Oké, goed. Zij valt op rustige jongens. Zij valt op uitgesproken types. Laten we even kijken wie ze krijgen. Ja hoor, hier zijn de heren. En met wie hebben we het genoegen? Dit is Esper. Dit is Sam. Wij kennen elkaar van de middelbare school en toen waren we van wow, jij bent echt ziek creative. En toen was je bij mij, wow, jij bent ook ziek creative. En vanaf dat moment, iets van 7 jaar geleden, zijn we gewoon, we zijn anders dan de rest. Wij gaan creatieve dingen doen. Ja. En that manifested perfectly. En nu wonen we samen in Amsterdam. Nice. Wacht, zei hij nou dat ze elkaar kennen van de middelbare school? Is Esper niet 20 jaar ouder? Oh, misschien is het een leraar. Nee, sorry. So, het is zijn outfit en zijn hoofd. Hoe is die journey samen begonnen? Gewoon hand in hand op je eerste date aankomen, fuck yeah. Hallo, Esper. Hi. Hij heeft ook zijn sleutels als een conciërge. Ik zweer, die Esper is gewoon een undercover agent op school, middelbare school. Net zoals 21 Jump Street. Nee, want ik ben helemaal niet 45. Ik ben gewoon 1 keer blijven zitten. Koop je wiet? Nou, toen gingen ze voorstellen. Dat deden ze aan de verkeerde. Het zou best wel awkward zijn. Nee. Wij zitten helemaal aan de verkeerde voor te stellen. I guess, man. Toch? Dat is toch? Nee. Nooit je zin eindigen met man tegen je vrouwelijke date. What the fuck is er mis met jou? Maar we zijn er grappig. Gewoon. Ja. Zenuw. Sam. Nice to meet you. Nice to meet you. Wat een leuke ketting. Dank je wel. Je hebt ook wel een outfit aangeraam, man. Nee, nu heb ik het niet eens over dat man gedeelte. Laat ik nu even nooit laten raden of iets een compliment is. Oh, jij hebt ook een outfit aangedaan. What the fuck is dat? Zeg gewoon, je hebt een prachtig outfit aan. Hé, hey, ik dacht misschien is dit even voor vandaag de nee, vibe. Nee, nee, het is geweldig. Hard, man. Ja, ja. Ik hou ook van die films. Ook van westerns en zo en thrillers en zo. Hey, je bent wel op je films, man. Ik ben filmmaker. Wat doe jij dan? Ja, ik maak ook films. Of niet films, maar video's. Of video's. TikToks. Ik kijk TikToks. Maar je hebt teno betalo, toch, man? Oké, ik weet niet zo heel goed wat de vibes tussen hun eigenlijk. We gaan even naar die andere. Ja, ik verzamel heel veel dingen. Wat verzamel je? Pokémon-kaarten. Pokémon-kaarten? Ja, oh, ja, oké, vet. Oké, interessant. Ja. Mijn favoriete kaart is deze. Deze heb ik zelf getrokken. Het is een shiny Charizard. Ah, vet. Ik heb helemaal niet zoveel verstand van hoor, maar ik weet één ding wel zeker. Binnenkort wordt er bij jou ingebroken. Die dingen zijn toch fucking veel geld waard? Dat ligt nou aan mij. Zeg maar, ik heb wel echt een leuke date, man. Ja. Bro, ze spaart action figures. Ja, ja. En ze zet ze in vitrines en dan zet ze muziek aan en allemaal shit. Ja. Het is echt een fucking weirdo. Ja, I love ze spaart ook Pokémon kaarten. En ze maar zijn hoe weet je dit? Bro, zij van, ja, zij ook, hè. Het zijn tweeling, ouwe. No way.
Ze zijn tweeling, bro. Dat weet je niet. Nee, maar dat is helemaal niet echt. Ik zit te kijken naar een sketch. Ik zweer, dit is het gewoon niet. Is dit een sketch? Ik verwacht elk moment Nick Rose binnenlopen. Ik ben best wel geobsedeerd door... Ja, hoe zou je het zeggen? Het klinkt heel cliché. Succesvol worden. En ik was heel lange tijd van... Zeiden mensen tegen me... Ja, je kan alleen maar advies nemen van mensen die al doen wat jij doet. Ja. Dus ik was heel snel aan het afreageren op mijn ouders van... Oh, maar jullie doen dit niet. Dus ik ga niet naar jullie luisteren. Bla, bla, bla. Snap je? Maar dat werd een ongezonde manier dat ik een beetje haat op ze ging gooien. Nee, dit is niet echt. Dit is niet echt. Zij zitten ons te fokken, ik zweer. Dit is gewoon die guy van Dr. Phil doen ze na. I mean, I don't talk to my family. Why not? They're irrelevant. They're irrelevant? None of them have followers. If they got followers or got rich, I'd probably talk to them again. Ma, pa. Wat praten jullie? Jullie hebben niet eens clout, the fuck? Het moment van de waarheid. Willen jullie elkaar nog een keer zien? Nou, wil jij hem doen? Zal ik hem doen? Jij mag hem doen. Lijkt mij wel heel leuk. Ja, toch? Toch, ja. Ja, toch wel? Ik bedoel, ja, toch? Wel. Mensen, dit was First Dates vanavond. Zal het nog een hele wilde avond? Of het een wilde avond wordt, dat kunnen wij niet soort van bepalen. Maar dat gaat de avond soort van aan ons vertellen. We got it cut. Ik vond het een fantastische aflevering. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat even via DM's weten als er een leuk stel is geweest bij First Dates. Of andere video's. Peace out.